Hoe kun je werken aan meerdere intelligenties? Zoals we weten werd de multi-intelligentietheorie bedacht door Howard Gardner en bestaat uit 8 intelligenties die ieder mens gebruikt om met elkaar te communiceren, wat resulteert in een unieke combinatie die zelfs niet voorkomt bij een tweeling. Een van de grote bijdragen van intelligenties is dat iedereen op de een of andere manier intelligent is. In tegenstelling tot hoe erover werd gedacht, is het biopsychosociaal potentieel iets dat vanaf de geboorte wordt geactiveerd op basis van ervaring. Vanuit educatief oogpunt heeft het een groot impact, want afhankelijk van wat je in de les leert, zullen de verschillende intelligenties al dan niet verbeteren. Het is belangrijk hieraan toe te voegen dat wanneer we het hebben over het bevorderen van de meervoudige intelligenties, we niet bedoelen dat we genieën van al onze studenten moeten maken, maar dat we de kans moeten bieden om te leren van de bestaande scala van verschillende intelligenties. Als we altijd met dezelfde type activiteit bezig zijn, zullen veel van onze studenten niet in staat zijn om de vastgestelde doelen te bereiken, omdat we niet alle intelligenties gebruiken. Hoe gebruiken we muzikale intelligentie in de klas? Om muzikale intelligentie te bevorderen, kunnen we verschillende soorten activiteiten uitvoeren. Denk dan bijvoorbeeld aan omgevings- en instrumentale geluiden, muzikale composities en uitvoeringen, percussie, rap. We kunnen ook meer activiteiten voorstellen, zoals zingen, neuriën en muzikale collage maken. Natuurlijk kunnen we ook technologie gebruiken om andere bronnen te ondersteunen. Kortom, activiteiten die muziek of geluid als basis gebruiken. Wiskundige intelligentie. Sommige van de activiteiten die we tijdens de les kunnen gebruiken om die intelligentie te stimuleren, eraan te werken, is het gebruik van abstracte symbolen, formules, berekeningen, decodeercodes, of het creëren van significante verbanden tussen allerlei incoherente ideeën, gebruik van grafische of logische patronen, bijvoorbeeld gebruik van puzzels en games, of een dagje van sequences of numerieke patronen maken, punt voor punt met een logische verklaring of problemen oplossen, gebruik van logica en wetenschappelijke methodes. Kortom, al die dingen waarin we logisch en wiskundig kunnen redeneren. En taalkundige intelligentie, hoe werkt dat? Sommige van de activiteiten die we tijdens de les kunnen gebruiken, dat is bijvoorbeeld een agenda gebruik, of creatief schrijven, of gedichten laten schrijven, lezen, debatteren en nieuwe woorden leren, ze oefenen. Naturalistische intelligenties gebruiken in je klas. De naturalistische intelligentie was een van de laatste die Gardner in zijn theorie verwerkte, maar niet minder belangrijk. Om deze intelligentie te bevorderen, kunnen we onderzoeken gebruiken die betrekking hebben op bijvoorbeeld het klassificeren van objecten, het categoriseren en vergelijken. Alles met betrekking tot de omgeving en de manier om te denken, gerelateerd aan de verklaring van natuurlijke fenomenen en observaties van de natuur, zoals het doen van buitenactiviteiten, werken aan het herkennen van relaties en, uiteraard met behulp van de technologische middelen, om de rest te ondersteunen. Ruimtelijke intelligentie. Hoe kun je daar mee werken? Om ruimtelijke intelligentie te stimuleren, kunnen we een heleboel bronnen gebruiken. Je ziet er hier een heleboel staan. Om er een paar te noemen, actieve verbeelding, verbanden leggen tussen visuele ontwerpen en ervaringen, of kleurstructuren of schema's. Kleuren en structuren koppelen aan concepten, ideeën of processen. Tekenen, grafieken maken voor concepten, ideeën of processen. Nou, zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan, maar het zijn allemaal zaken die je kunt gebruiken om die ruimtelijke intelligentie te bevorderen. Lichamelijke intelligentie, hoe kun je dat gebruiken? Lichamelijke kinesthetische intelligentie bestaat door het lichaam te gebruiken als een middel om te denken en te leren. De middelen die je kunt gebruiken hebben betrekking op lichaamstaal. Bijvoorbeeld een manier waarmee je aan een groep mensen een idee, een concept of een proces uit. Dramatische representatie, creatieve volksdans, gymnastische routines.
idee is bijvoorbeeld om mensen een denkbeeldig doorgetrokken streep te trekken. Met aan de ene kant degene die het met je eens zijn en aan de andere kant degene die het niet met je eens zijn. Om het begrip van het concept, idee of proces uit te drukken. Een rollenspel kan ook nog, een meme, culturele uitjes, sportgames, etc. Hoe kun je interpersoonlijke intelligentie promoten? Nou, relaties tussen mensen zijn belangrijk om te leren. Daarom kunnen we voor het schatten van deze intelligentie activiteiten uitvoeren die te maken hebben met samenwerkingsvaardigheden, coöperatief leren, empathie, feedback leren geven, groepsprojecten maken of gevoelens van een ander initiëren. Werken met de puzzeltechniek, persoonlijke persoonscommunicatie en de motivaties van anderen, zodat je interpersoonlijke relaties en sociale en emotionele competentie kan bevorderen. Als laatste, hoe kun je aan intrapersoonlijke intelligentie werken? Jezelf kennen en ruimte hebben om na te denken is een van de basisgedachten van deze intelligentie. En daarvoor kun je middelen gebruiken, zoals je eigen humeur leren veranderen om een optimale toestand te bereiken of herkennen wat je moet studeren, concentratievermogen ontwikkelen of redeneren op een hogere orde, ruimte hebben om alleen te werken en gevoelens en gedachten over iets te uiten, of implicaties of toepassingen vinden van onderwerpen die in de les worden aangeleerd met betrekking tot het persoonlijke leven van elke persoon. Reflectie op iemands denken en reflectiemethoden zoals dagboeken, persoonlijke dagboeken en leren na te denken in denkpatronen die je moet gebruiken voor elke taak.